Voici Alex, les petites madeleines bien chaudes. Impeccable, hein? Il faisait froid hein, ce matin. C'est le début de l'hiver. Les gens recherchent du réconfort, hein? c'est le moment. Hein? Ils ont envie de bon chocolat chaud Calbo. Et moi, j'avais envie de voir un petit peu tu vois, la vision de différents chefs. On est allé chez différents chefs et on a rendez-vous avec Peter Hernoux. Je ne sais pas si tu connais. Vaguement. C'est un champion du monde du latte art et il va nous montrer sa façon du perfect hot chocolate. On a préparé quelques belles petites miniardises hein, qui vont bien être combinées avec ces différents chocolats chauds qu'il va nous présenter. Hop, impeccable. On prend aussi les madeleines ici. Impeccable. On y va? On est parti. Allez, je te suis. En route pour Anvers. Dag Peter. Dag chef. Alles goed? Alles prima, jawel. Ik stel je voor mijn collega Patrick. Dag Peter. Dag Patrick. Aangenaam. Wij zijn dus op zoek naar de perfect hot chocolate. Ja. Ik heb Alexandre daar juist een gesprekje gehad en die vertelde mij dat jij ook wereldkampioen was. Ja, klopt. Ik ben wereldkampioen latte art. Nog een hele reeks andere titels. En dat houdt in dat ik met koffie en melk werk. En natuurlijk verwachten de gasten toch ook wel een breder aanbod. En met de melk heb ik gekozen ook om te werken samen met Callebaut, de legendarische chocolates. Ik heb de mystery box. Ja. Dus zoals we zien we hier de iconische Callebaut chocolades. He, we hebben de donkere, de melk, de witte, karamel, honing en cappuccino. Ja. En de klassieke manier is gewoon opgestoomde melk en dan de mensen serveren. Zij mogen nu sachetje er zelf in kloppen en doorroeren. Maar er zijn ook een hele reeks andere bereidingen die je hierbij kan maken. En graag zou ik er een aantal van aan jullie laten zien hoe ik daarmee om kan. Dus laten we starten met de klassieken. Ja, hè? Nee? Wat denkt Alexandre? Ja, oké. Okay. Perfect. We gaan starten met de klassieke bereiding. De klassieke bereiding is melk opstomen, juiste temperatuur klaarmaken. Keuze maken en de rest is up to you. Oké. Okay. En dan proeven natuurlijk, mag ook altijd. Dank u. dat is het tofste. Koude melk. Koude melk omdat ik net iets meer tijd heb om die op te stomen. Dan gaat die ook net iets lekkerder zijn. En dat draagt bij. Dat komt door die chocolade zelfs nog bovenop. Dat maakt het verschil tussen warme chocolade en een heerlijke Belgium Finest top chocolade. Oké. Okay. Dus ik doseer ongeveer half. De andere is gaat schuim zijn, want die schuim geeft extra dimensie op. Het geluid dat je nu hoorde was het inblazen van de lucht. En door de lucht goed te mengen, krijg je een heel mooie structuur. Hoe beter dat dit gebeurt, hoe lekkerder dat zal zijn. Ondertussen check ik alleen temperatuur. Ik heb onderaan gevoeld. En temperatuur is een belangrijk element. Properheid ook natuurlijk. Dus even afpoetsen voordat ik verder ga. Zo, je ziet dat die cremig is, dat die lobbig is. En die schuim die gaan we proberen ineens mee te schenken, dus ik wals hem. Dan ga ik vlotjes doorschenken, dan krijg ik al die schuim mee. Okay. Het is nog plaats voor chocolade? Wel, nu is er heel weinig plaats. Dus als je hem er direct zou inkappen, dan gaat hij erover lopen. Maar als je die textuur wil hebben van die schuim ook, laat die heel eventjes rusten. Maar komt ertussen uw keuze. Donker, Patrick. Voor de donker. Ze smaken allemaal, maar voilà, dan begin je misschien met de kleuren. Vind je het lekker, dan gaan we ze allemaal doen. Hè. mag je hem er nu bij? Nu mag je er helemaal bij. Dat is wel heerlijk, hè? Hoe dat je dat ook door dat doorzichtig glas kan zien, hoe dat al die mooie vermenging gebeurt. Kan ik doen? Ja, ik wou het u voorstellen. Mooie schuim, mooie textuur en echt chocoladesmaak. Temperatuur is iets dat je zelf kan beslissen natuurlijk. Heb je nu mensen die zeggen, ik moet hem echt heet hebben. Dan stoom je 2, 3, 4 seconden langer en dan heb je hem echt wel heet. Ah, ja.
Nu, wij zeggen 70, 72 graden. Okay. Omdat je daar nog de maximum smaak gaat toevoegen. Dus dat je daarboven gaat, ga je de smaak lichtjes gaan afbreken. Het gaat bitterder worden, het gaat minder smeug worden. En de schuim blijft, hè? Ja. Super Peter, heel mooie ervaring al. Alleszins, ik moet op hem vertrouwen ook, want even geproefd. Als volgende bereiding. Voor de mensen die geen melk lusten of willen drinken, of een klein shot willen hebben met toch veel chocoladesmaak en koffiesmaak, is het een heel gemakkelijke. Super gemakkelijk. Je presenteert een van de vele smaken. Mm-hmm. Daarbij serveer je een dubbel espresso. Echt een opkikkertje. Dat zal goed voor mij zijn, want ik heb het echt nodig. Dus dat is gewoon die dubbele espresso? Ja, de dubbele espresso gebruiken. Dat mag een beetje natuurlijk tegengewicht geven, want we gaan een volledig sachetje bij. Dus je mag zeker en vast voldoende koffie hebben om die balans te hebben. Dat is super gemakkelijk. Een lekkere koffie maken en dan je keuze van smaak. Zo is iedereen tevreden. Hier zijn ook wel een aantal dingen belangrijk. Eén, we werken altijd heel proper, zoals in de keuken, proper potten en pannen. En nog veel belangrijker, vers gemalen koffie. Altijd vers gemalen koffie. À la minute, à la seconde. Ja. Koffie wordt ook mooi aangezet. En dat is om veel meer smaak eruit te halen. Als je dat goed doet, dan haal je echt alle smaak uit de koffie uit. Ja. Als die erin gaat, zetten we die ook direct aan. En dan de koffie opvangen. Dat direct aanzetten is om ook weer de smaak van de koffie niet te gaan, bij manier van spreken, aanbranden. Als je die erin steekt en je zou die aanzetten, dan gaat die aanbranden. Ah ja. En zo'n mooie koffie, die krijg je als je dat allemaal respecteert. Goeie koffie, vers gemalen koffie en direct gezet. Een dubbele espresso. Mm. En dan je keuze. Ik heb mijn keuze al gemaakt. Honing. Ik ga voor de honing gaan. Ja. Zie je ook als die koffie goed is, dat die crema ook helemaal blijft. Dat je ziet dat die verdwijnt. Perfect, Als de koffie natuurlijk minder is, dan gaat die crema weggaan, maar dat ligt dan aan de kwaliteit van de koffie. Mmm, Patrick. En koffie en chocolade. Vas-y. Dat past prima bij, hè? Energy booster. Absoluut. Juist. Ja. Dat was nu een koffie boost. Koffie en chocolade. Maar ook heel lekker is gewoon melk en chocolade. Mm-hmm. En een boost met Pili Pili. Woehoe. Ja. Heel weinig van gebruiken, dan gaat er goed door komen. Super, ik kan niet wachten. Om de Pili Pili snel en gemakkelijk te bereiden zijn er twee manieren. Je maakt de melk klaar, schenk die uit. Of je maakt de melk klaar met de Pili in de melk. Nu, afhankelijk hoe straf dat die is, moet je doseren. Je ziet, zeer weinig. En dat gaat al aardig de boost geven. Dus ik doseer altijd eerst, dan heb ik controle over de dosage. Wel, tegen die Pili Pili mocht je wel iets zoet hebben. Ja, okay. Ja, nu is die ook mooi mee opgestoomd. In die schuim ga je ook die Pili Pili terugvinden. Ja, dus de beleving visueel is er. Maar ook in smaak ga je die helemaal terug gaan vinden. Ja. Dus die gaan een beetje door, maar de smaak zit mee in die schuim. Je ziet dat ook lichtjes gekleurd. Wel, dus weinig Pili Pili, veel smaak. Alexandre? Oké. Ik blijf het toch indrukwekkend vinden dat schuim. Je mag blijven roeren. Ja. Het gaat niet hoor. Je hebt wel de neiging en de indruk dat het gaat overlopen, maar het blijft mooi. Als het mooi opgeschuimd is, dan zijn die belletjes microbelletjes. En die hechten enorm aan elkaar. Ja. Daardoor komt dat. Dus het mooi opschuimen is echt wel een groot onderdeel van de belevenis. Smoke Pili Pili, Alexandre. Ja, dus ook een boost, maar dan zonder de koffie. En de smaak van de Pili komt Die komt erdoor, ja. Afhankelijk hoe je doseert natuurlijk. Mm-hmm.
Oh. Ja? Dat is straf. Ja. Dan ga ik ook eens proeven. Dus je moet echt wel opletten. Heel, heel weinig nodig. Ja, ja, ja. Goeie, wat dat heerlijk is, is ja. De smeugheid van het schuim. Dat blijft in je mond draaien en dan die pilipili die langzaamaan komt. Ja. Hier werk je met contrasten natuurlijk. Het gaat in lagen bijna, het komt één na één. En het heeft een totaal andere belevenis dan de drank. Het is ook wel interessant aangezien het koude weer. Het warmt toch de body een beetje op. Dus, het is niet enkel een boost. Deze warmt het misschien al op, maar de volgende, dat is het summum van alles bijeen. Oké. Koffie, melk, alcohol en natuurlijk chocolade en een beetje pilipili. Maar anders gebruikt. Wauw. Alles samen. Gaan we voor? Daar gaan we zeker voor. De topper der toppers. Alles bij elkaar. De pilipili gaan we deze keer niet opstomen in de melk. Die ga ik mee klaarmaken in de koffie. Maar de koffie gaat pas op het laatste volgen. Eerst gaan we de doseringen allemaal klaarmaken. Dus voor de drank zelf. Mag je kiezen natuurlijk hoe snel je erin wil gaan. Dat is een whisky. Dat is een whisky, maar van 60%. Dat flambeert eens zo mooi. En die mag ook al in het glas. Die was wit opwarmen en dan even flamberen terwijl ik die blus. Om te blussen heb ik natuurlijk melk nodig. Mm-hmm. Terwijl ik daarna dan de koffie aan het maken ben, kan je gerust al je chocolade kiezen die er al bij in doen. Dan ga ik de koffie erbij doen en dan mag je alles gaan mengen. Dan ga je zien hoe mooi dat die drank is. Om te starten ga ik nu eerst de melk opstomen. Dus de melk is klaar. Dan ga ik de whisky verwarmen, de whisky aansteken en direct blussen met de melk ook. Dus voorzichtig. Melk is klaar, whisky melk is ook, klaar, whisky chocolade is klaar, ook. Chocolade ligt te wachten. Even. Oeh. Wow. Ja, nu, die mag ik niet te lang laten branden, want dan schiet er niks meer over. Dus ik ga die direct blussen. Wauw. Met de melk. Dus kijk, verbrand. Ja, het blijft zo nog wat doorgaan. Dat is die alcohol die mee langs de zijkant naar boven komt. Hè. Dus nu is die geblust. Ondertussen kan ik rustig de koffie gaan maken. Want nu verdorgen de pilipili smaak erin te hebben. Gaan we deze keer de pilipili hierin doseren. Terjuist hebben we die heel licht gedoseerd gehad. Nu gaan we bijna nog lichter gaan. Mocht je geen pilipili trouwens hebben, cayennepoeder, cayennepeper, kan je er ook voor gebruiken. Roeren we die op of wachten we op de koffie? Je mag kiezen zelf. Ik zou wachten op de koffie. Oké. Daar is de drank, daar zit de koffie. Hier zit nu de pilipili mee in, waardoor dat die smaak er gaat doorkomen in de drank. Wauw. Ah, met verschillende lagen. Ja. Top. Dus voorzichtig roeren. Voorzichtig. En genieten. Ja. Dat wordt een echte verwenning ook. Hè. Dat is niet meer zomaar ik ga een drankje drinken, ik ga echt genieten. Is dat. Dat is een topper, de toppers, 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 van topper, toppers. Van toppers. Amai, echt een heel toffe beleving. Ja, heel veel smaak. Hè. En dankzij die pilipili en die whisky geeft het nog meer warmte in de body. Hè? Ja. Ja, is een absolute topper, zeker in de winter dan natuurlijk. Maar voor zij die lusten, dat kan heel het jaar door. Hè. Proeft alles, hè? Chocolade, whisky. Ja. Je moet het uitbalanceren. Ja. Je moet het uitbalanceren. Wel, Peter, jij hebt ons nu echt verrast met je creaties van vandaag. Dus van een gewone helemaal opgebouwd. Maar we hebben ook een verrassing voor u mee. Dus wij hebben een aantal miniardiezen gemaakt die perfect erbij passen. Mooi. En ik stel voor, Alexander. Ja, proef, Peter. God, ja. Ik hou wel best van smaken met deze drank, als ik mag.
Ja. Die zaadjes die spreken mij wel best aan. Venkel, ja inderdaad, financieel met venkel en geconfijt sinaas, appel en een beetje chocolade. Komt er mooi door. Proeft? Ja, ik ga het dus samen proeven. Ja. Dankjewel. Hè. Samen? Wauw. Mondvol smaken. Okay. Echt inderdaad. Een topper. Peter, ik zou met een high five willen eindigen. Dankjewel voor die een dag, jongen. Het was goed. Bedankt voor de dag. Het was heel interessant. Dank jullie voor de creaties. Hè. En mooie dingen samen. Toppers bij je. Super. Dank bedankt. U. Pendant que Patrick est au Quetzal, moi je vous emmène chez Leven Lotens, au restaurant Tarts Paradise, qui est le jardin d'Eden en français. On est tout près de Gand et on va aller voir sa version du hot chocolate. Liv, est-ce que tu peux nous expliquer ta vision du chocolat chaud parfait, de Perfect Hot Chocolate? Oui, je peux t'expliquer en français, mais mon néerlandais c'est mieux. Il n'y a pas de problème. Oui. Fais-le en néerlandais si tu te sens plus à l'aise. Quatre néerlandais. Super. Voor mij, warme chocolade maken is een drank die heel bevredigend is, wat heel veel smaak, heel krachtig is, hein, maar soms een beetje zoet. Ik vind het leuk om daar ook een zuurtje bij te hebben. Pas trop sucré, donc. En wat ik ook aangenaam vind, is met veel kruiden. En je weet, de oorspronkelijke chocolademelk werd gemaakt met van de Azteken, hè, met van alle soorten kruiden erin, dat ze uit de jungle, ik weet niet wel. Maar wat dat wij allemaal hebben, dat zijn die hartige, peperachtige kruiden. En ik heb er wat van meegebracht. Dus we hebben hier timoetpeper, poivre timoet. Oké. Ah, c'est un peu citronné comme ça, hein? Oui, c'est vrai. C'est frais, hein? C'est bon, hein? Magnifique. Et ici... L'anis, hein? L'anis étoilé. Terre anise. Ja. Voilà. Et cardamome. Cardamome, tout à fait, tout à fait, tout à fait. On va griller un petit peu, c'est pour le goût. Super. Hein? Et puis... Cannelle. Cannelle. Ok. Et dan, hele mooie... Magnifique. Vanille. Ça, c'est de la vanille Tahiti, je reconnais. Voilà. Elle est bien grosse, bien grasse comme ça. C'est Tahiti. Magnifique, just. Magnifique. Un beach uit de tuin, verbena. D'accord, la verveine, tout à fait, et un peu de gingembre. Gingembre, voilà. Okay. Voilà. Et Liv, on a donc un dernier ingrédient, hein, c'est l'argousier. Oui, donc de duindoornbesjes maken heel fijne zuur. Dat is een beetje like passievruchten. Moet zien, het is ook heel aromatisch, heel fris. En proef eens een besje, dan ga je zien. C'est quoi la période pour cueillir l'argousier? La beste période est eigenlijk septembre. Dan zijn ze mooi rijp. Ze moeten rijp zijn. Hein? Want, en ze moeten mooi oranje zijn. Okay. Oh, oui. Ah oui, c'est quand même un peu sûr. Hein? Ja, het is een beetje zuur, maar het is lekker. Het is ook een exotische zuur. Hè? Dus dat gaat heel lekker zijn daarbij. We gaan dat niet in de chocolademelk doen. We gaan daar een heel fijn licht schuim van maken. Hè? Een beetje melk erbij. En opkloppen. En dan bovenop de chocolademelk als oranje schuimlaagje. Daarnaast leggen we ook nog een keer, voor na de warme chocolademelk, krijgen de mensen nog een kleine sorbet van duindoorbes. Ook le chaud, le froid, on aura vraiment warm, koud, zuur, zoet. Okay. En dat is dan eigenlijk een interessante smaak. L'argousier. L'argousier. Voilà. Écoute, je ne connaissais pas. Je suis vraiment curieux de voir un peu comment tu vas nous faire ça. Ok, we gaan er samen aan beginnen. Hè? Ok, super. Ok. Alexander, we gaan eerst de kruiden een beetje grillen. Ik weet ook dat dat geeft meer aroma, dat is belangrijk, zeker bij cardamom. Maar die timoenpeper ook, dat mag een beetje warmte hebben. Die mag nu een beetje roosteren, die pot gaat wat openkomen. Okay. Ik ga zien dat die gaat beginnen leven precies. Okay. Dan gaan we de melk erbij doen.
Donc tu as plus ou moins une proportion pour ton chocolat chaud? Ja, ik neem altijd 150 gram chocolade op een liter. Ah d'accord. 1 litre dus, de lait pour 150 gram. Ja, dus we gaan chocolat. Een liter melk erin doen. Après, on va ajouter le reste des autres ingrédients, c'est ja, ça? La vanille. Je peux te couper déjà la vanille peut-être? Ouais, ouvrir? Ok, doen, ja. Super. Afsluiten omdat de aroma's er beter echt schoon in blijven. En dan een half uurtje laten trekken. Eigenlijk als die op temperatuur gekomen is, op 80 graden, mogen we het eigenlijk ook afzetten. Dus, want zeker met die pot blijft mooi warm, dat blijft eigenlijk trekken. Hoeft niet de hele tijd te staan simmeren. Mag een beetje, maar... En de verbinding gaan we maar gans op het einde in doen. Okay. Want die aroma's zijn te fragiel en als dat van in het begin erin is, is het wat terug kwijt op het einde. Leuk, super! Hè? Voilà, Alexander, kijk, ik denk dat er al heel veel aroma in de melk zal zijn. Melk neemt heel makkelijk aroma's op. Mm-hmm. Maar de verbena gaan we nu pas op het einde in doen. Hè. D'accord. Dus kijk, we hebben hier. Verbena kan eventjes toch. Allee, een minuutje mag hij toch wel hebben. Hè. Et on va tout passer au chinois, c'est ça? Ja. Le chocolat, tu le mets avant, après? Pas d'importance? Misschien nu al, ja. Okay, we gaan hem bovenop gieten, ja. Donc ça, le chocolat que tu as choisi, est-ce que tu peux m'en dire plus? Quel chocolat tu as choisi? Well, ik vind de chocolade van Ecuador heel lekker voor daarbij. Dus we hebben die gekozen. Ik vind het een mooie origine. Donc c'est une origine hein, de chez Calbo. Mais justement, les fèves de cacao que je t'ai apportées, elles viennent d'Équateur. Parce que si, ça vient d'Équateur. Donc ça geeft mij inspiratie. Dat is echt heel leuk dat je dat meegebracht hebt voor mij. Want on peut utiliser en décoration, tu peux faire beaucoup de choses avec les... Ik vind het heel belangrijk dat de klanten weten wat dat chocolade eigenlijk is, waar het vandaan komt, hoe dat het ruikt, hoe dat het voelt. En ik ga er iets mee doen met decoratie, denk okay, ik. We gaan super. Er iets mee maken dat de mensen daar toch ook een gevoel bij hebben. Hè? Genial. Chocolade is mooi opgelost, maar... De smaak wordt nog rijper en rijker Oi. Als je nog een beetje ermee wacht. Als je... We gaan nog een keer proeven. Oké. Okay. Nog een keer proeven. In tout cas, ça sent bon. Hè? Ja. Ça sent super bon. Lieve, pour moi, c'est un pari réussi. Parce que tu goûtes le chocolat, mais tu goûtes aussi vraiment tous les arômes que tu as mis. Tu n'as pas mis trop de chocolat. Si on met trop de chocolat, on couvre un peu les arômes. Ja. Ik zou een beetje suiker erbij doen. Een lepeltje suiker, dat gaat wat voller maken, dat gaat een beetje rijker maken. En veel mensen hebben graag een beetje suiker, maar niet te veel. En geen witte suiker, we gaan natuurlijke suiker, een beetje zoals een rietsuiker. Ik heb hier nog iets staan. Dat is eigenlijk een kokossuiker van de kokosbloem, daar de suiker van. Dus eigenlijk. Encore quelque chose que tu nous fais découvrir. Heel mooi, ça, je connais pas non plus. Hula Java, dat is wel vrij gekend. C'est un peu le parfum de la vergeoise, les sucres bruns, les sucres bruts. Comme ça. Like rietsuiker. Ouais, ouais, tout à fait, c'est ça. Hein. C'est ça. Allez, je regoute. En effet, c'est meilleur. Hein? Beter, hè? Ik vind het ook. Ik vind het voller, rijker eigenlijk en veel meer de pure chocoladesmaak. Tu nous montres ta version de présentation? Ja. Oké. Okay. We samen maken. Voor Alexander, nu is het leukste, hè? De presentatie en het proeven. Hè? Je suis curieux. Je vois des choses que je ne connais pas. Dus we hebben hier houten kommetjes, omdat dat heel mooi past bij die cacaobonen. We gaan die gewoon... C'est très joli, c'est super. Là, c'est du bois. Dus, ja, dat is een dekhout. Ik denk dat het een beetje exotisch is. D'accord. Wordt, ja, voilà. Oké. Okay. Zo.
j'adore. Ça, c'est vrai que c'est toute autre façon de présenter un chocolat chaud. On goûte ? Yeah. Liven, santé. Hein. Merci. Un peu que santé. Hein. C'est super. Lekker. Un grand merci pour ton inspiration. Pour ton perfect hot chocolate. C'est vraiment super. Merci. On va goûter le sorbet ? La fraîcheur finale. Voilà. C'est parfait. Zout, zuur. Fresh, warm. Leuk, hein? Lieve, un grand merci pour l'inspiration et ce chocolat hot chocolate qui était vraiment exceptionnel. Dat is mij een groot genoegen, Alexandre. Patrick, hoe is het man? Welkom in de chocoladebar, Kwetsal. Dankjewel, dankjewel. Ik ben op zoek naar de perfect Belgium hot chocolate. Je moet niet verder zoeken. Super. Je bent in de perfecte plaats. Super, super. Ja, ja. Hoe beginnen we daaraan? Hoe kan ik bij jullie nu een hot chocolate bestellen? Inderdaad, dat is niet zomaar een hot chocolate bestellen. Okay. Je moet een aantal stappen doorlopen. Het eerste dat je moet kiezen, welke chocolade wil je? Want je kunt hier een hot chocolate bestellen op basis van wit, melk, bruin of zwarte chocolade. Dat is het eerste dat je moet beslissen. En dan kun je nog toevoegen welke kruiden wil je? Wil je er andere smaken bij? Of wil je er alcohol bij? Je kunt dus je chocolademelk bouwen naar je eigen smaak. Een beetje het tailor-made gebeuren. Juist. Dat je kunt overlopen. Juist. Super. Wel, ik stel voor dat je mij toch... Ik ben op zoek naar die goede klassieke. Juist. Hebben jullie die kunnen... Stel voor dat we even gaan zien naar wat dat de chocolades allemaal zijn. Oké. Voilà Patrick, hier zijn we bij het hart van onze zaak. En je ziet, dat zijn verschillende vloeibare chocolades. En waarom gebruiken jullie die vloeibare? Wij gaan voor de perfecte chocolademelk, Patrick. En voor de perfecte chocolademelk moet je van een vloeibare chocolade vertrekken. Zo simpel is het. En dat laat ons ook toe van met pure chocolade te werken. Geen smaakstoffen, geen kleurstoffen, geen bewaarmiddelen, niks. Dus dat is het hart. En het hart van ons geheim ook. Dus vloeibaar, met andere woorden... en puur. Wil zeggen ook dat je meer die smaaksensatie naar boven kunt brengen. Vanaf het moment, vanaf onmiddellijk het moment. Je moet geen poeiertjes mengen en roeren en zien wat er gebeurt. Nee, maar je ruikt het ook. Hè. Je bent echt in de chocoladesfeer. Je wordt bijna bedwelmd. Bedwelmd. Ja. Alwel, ik ga mijn keuze maken. Zeg het eens. Het is niet gemakkelijk. He, als chocoladefreak zijnde, maar ik ga toch voor de zwarte gaan. Je gaat voor de zwarte? Ja. Dan gaan we maken. En we starten met een goede lepel vloeibare chocolade in een beker. Voilà. Hoeveel procent hebben we hier van cacao-gehalte? Heeft u daar? Dat is 70. 70 procent. 72. Dat is toch wel lekker. Dat is een stevige chocolade. Chocolade, ja, oké. Goed. Goed. Mag ik u volgen, Guy, tot in... Komt erbij, Patrick. In de keuken. Komt erbij, Patrick. Ja, Patrick, de volgende stap is van heet schuim bovenop de chocolade aan te brengen. Dat doen we als volgt. Brengt dat iets specifiek, speciaal bij om hem nog specialer te maken, de warme chocolade? Het maakt de smaakervaring nog unieker omdat het contact met de lippen uniek wordt. Die dikke schuim tegen je lippen is prachtig. Maakt het echt, echt aangenaam. Ik vind wel dat je heel het chocoladeverhaal, die schuim, dat je het allemaal heel verleidelijk... Het is bijna heel sensueel om een warme chocolademelk te drinken. Het is verleiding. Chocolade is verleiding. Met dat beetje schuim er nog op, wordt het nog meer verleidelijk. Dus het schuim ligt nu hebben we het eetschuim erop. De volgende stap is van melk te stomen. En die dan de beker aan te vullen met gestoomde melk. Voilà. Oké, Patrick, en nu gebruiken we de gestoomde melk om de beker volledig op te vullen. Voilà. Stop! Hoe dat stopt? Ja, nee, we zijn nog niet klaar.
Afwerking nog, Patrick. Afwerking. Zeg, nu zit jij mij hier een tiental minuten nog niet te verleiden. En nu mag ik gewoon er niet van proeven. Ja, nee. Nog even wachten, even geduld. Voilà, wat moet er nog gebeuren? Eerst en vooral moet goed opgeroerd worden. De chocolade ligt van onder, de melk van boven. Anders drinkt hij eerst pure melk en dan moet hij de chocolade eten. Dat is niet gedacht. Voilà, dat is gebeurd. En dan om de gehele chocolade experience af te ronden, geven we altijd aan de mensen nog een stukje brownie. Om de perfectie te benaderen. We gaan er iets van proeven, Guy. Alsjeblieft. Ik kan nog even bijhoren. Prachtig. Die explosie van chocolade. It's heaven on earth, zoals ze zeggen. Ik ben nu curieus wat de Leuvense student denkt van de Quetzal hot chocolate. Dus dat wil ik wel gaan uittesten. Ik ook. Super. De lekkerste chocolademelk gemaakt van België in de Quetzal chocoladebar. Ah, dankjewel. Dankjewel. En jongens? Heel goed. Is het goed? Zeker. Lekker? Ja, ja. Super. Heb ik nu de beste chocolademelk van België gemaakt? Yes! Daar is hem! Al die verleidingstechnieken op mij afgespeeld doorheen de chocolade en de warme chocoladedrank. Maar ik zou toch iets meer misschien willen gaan experimenteren. Ik had van u niks anders verwacht, Patrick. Okay, maar dan maar je zei in de juiste zaak, de Quetzal chocoladebar, alles is mogelijk. Waarmee dat ik wil beginnen qua chocolade is uiteraard jullie geheim. Geheime chocolade. Dat ik niet ga verklappen. Nee, dat blijft geheim. Okay. Aangezien dat koud is, wil ik mijn body Wat verwarmen. Dus kunnen we, wat raden wij daar misschien een beetje voor aan? Middag, alcohol? Nee. Daarmee gaat het mij niet liggen. Maar ik zie hier wel een aantal heel toffe kruiden staan. Mexican, chili, cana. Wat is cana? Cana is een speciaal mengsel met kaneel. Dus als ik echt wil gaan meer warmte creëren doorheen de drank. Als je meer warmte wilt, moet er de chili. De chili. Ja, dan gaan we dus voor de Quetzal. Een Quetzal chili. Met chili. Ja. Ik heb mijn perfect Belgian hot chocolate gevonden. Maar ik denk dat we hier vandaag zeker de perfecte Belgian hot chocolate gevonden hebben.